In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 15 maart spreken we met kandidaat-statenleden uit de regio over hun drijfveren en ambities. Dat doen we gedurende dit hele verhaal. Wie is de persoon achter de politicus? Wat zijn hun persoonlijke idealen, motivatie? Waarom moeten we nou juist op hen stemmen? En tegenover mij zit Sander van der Raad, kandidaat voor de Boer-Burgerbeweging, de BBB. In Noord-Holland. Sander, welkom. Ja, dankjewel. Ontzettend fijn dat je er bent. Ja. De BBB. We kennen je natuurlijk als raadslid, als fractievoorzitter van Trots Haarlem. Ja. Nu voor de BBB. Ja. Hoe komt dat zo? Ik had geen geld meer om zelf mee te doen. Nee, dat is een grapje. Ik ben natuurlijk al BBB bondgenoot geweest bij de laatste gemeenteverkiezingen. Want ik zag al eerder dat die partij toch wel hele goede dingen had. En zoveel goede dingen dat ik denk, nou, daar moet ik wel even bij zijn. Kijken of ze nog wat steun nodig hebben om het burgerelement goed te vertegenwoordigen. Nou, dus toen ben ik bijgegaan. Ja, want dat is hoe we jou kennen. Als iemand die echt de burger probeert te vertegenwoordigen in de gemeenteraad dan in dit geval. Dat lijkt me een van de idealen waar je dan echt voor staat. Ik lees ook dat je probeert de burger dusdanig te betrekken dat die zelfs meeschrijven aan het partijprogramma, zeg maar. Die hebben uiteindelijk het laatste woord. Ja, de Provinciale Staten staat niet echt bekend om dicht bij de burger, zeg maar. Nee, en dat is natuurlijk precies wat je nu tegenwoordig ziet, hè? Die kloof. Je ziet eigenlijk zoveel kloven tussen arm en rijk, links en rechts. Mensen die nog gaan stemmen, mensen die denken het heeft helemaal geen zin meer, ik blijf maar thuis. Kloof tussen de stad en het platteland. Dat is natuurlijk waar de BBB vooral zich op richt, maar ook op al die andere kloven. En dat ze dan bijvoorbeeld ook een referendum willen houden als je dus weer zo'n nieuwe gemeente herindeling krijgt. Mm-hmm. Dat wordt meestal, we gaan herindelen, klaar. Mm-hmm. Maar willen die mensen dat wel? Hè? Dus betrek veel meer die mensen erbij. Nou, dat sprak me wel aan. En ik heb ook nog een keer die stemwijzer ingevuld van de afgelopen keer landelijk. Mm-hmm. Ik had alle antwoorden exact hetzelfde. Dus ik denk, ja, er is geen ontkomen aan eigenlijk. Het is een soort match made in heaven. Ja, ja. En nou is die lijst natuurlijk vrij lang. Hè? Er zijn weer meerdere mensen die op de BBB-lijst staan. Waarom zouden we nou specifiek op u moeten stemmen? Ja, nou kijk, het hoeft ook niet hoor. Je mag ook gewoon op nummer 1 stemmen of op nummer 26. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik vond het nu meer belangrijk om echt gewoon mee te doen. En te kijken hoe ik nog, als de partij zegt van, hey, heb je daar nog gedachten over of zo, dat ik daar een beetje mee kon helpen. Kijk, ik ga natuurlijk wel heel erg het burgerelement proberen erin te brengen. Er zitten een heleboel verstandige mensen in de club. Dat vind ik echt petje af hoor. En ze hebben het heel goed voorbereid. Ze zijn al anderhalf jaar bezig. Want mensen zeggen wel eens, ja, de BBB, waar komt dat vandaan? Dat is toch niks. Nou, dat is echt serieus goed. Want ik heb al 12 sessies gehad. Debattrainingen is aan iedereen op de lijst gegeven. Dus dat is heel goed geregeld. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. En waar ik dan vooral naar wil kijken is van, ja, oké, hoe kunnen we ook nog dat mensen denken, hey, ik twijfel over die BBB. Maar dan zien ze die meneer van der Raad van, nou ja, die kennen we nog uit Haarlem. Dat doet hij wel goede dingen. Laten we dan toch maar even BBB een stem geven. Ja, ja, dus meer als een soort lijstduwer. Ja. een soort lokale lijstduwer. Ik sta op 11. Het moet heel wonderlijk gaan, willen ze in één keer 11 zetels halen. Het zou kunnen. Hè. Vorige keer had Forum 9 zetels toen ze die enorme klapper hadden gemaakt. Mm. Dus het zou, als we nog een grotere klapper maken als destijds, zou het kunnen dat ik in één keer erin kom. Of heel Haarlem moeten mij stemmen dat ik dan 4000 voorkeurstemmen heb. Dan ben ik ook te binnen. Maar ik sta ook op de lijst van de waterschappen. En daar sta ik op 8. Dus daar is de kans iets groter. Iets groter. En daar vind ik ook, ja, ik vind het gewoon mooi om te zien. Hè. Normaal doe ik het natuurlijk meestal een beetje vanuit mijn eentje, dat ik de lijsttrekker ben en dan een paar goede mensen om je heen. Maar nu zit je gewoon als onderdeel in een heel groot team. En je ziet gewoon dat, mensen hebben echt verstand van. Er zitten mensen erbij die dus politieke ervaring hebben, maar ook mensen die helemaal nul politieke ervaring hebben, maar dan wel hele deskundigheid op andere gebieden waarvan je denkt, ja, dat is mooi om te zien. Ik wist vroeger helemaal niks van stikstof. Nee. Maar ondertussen begin ik het een beetje te snappen. Oké. Ja. Nou ja, en kijk, de boer-burgerbeweging, we hebben het heel veel over burgers, maar het zit ook het element boer in. Ja. Wat heeft u daarmee? Nou,
Ik ben geboren in Edam. En daar heb ik gewoond tot mijn 18e. En vanaf mijn 15e ben ik toen 1 of 2 keer in de week bij een boer gaan werken. Koeien naar binnen halen, eten geven en dat soort werk. Dus gewoon een beetje als tijdsbedrijf. Je kreeg ook al een paar gulden in die tijd nog voor. Maar dat was gewoon ja, leuk om te doen. Buiten, frisse wind, poten in de klei. Ja. Toen al. En zeg maar, dat gevoel, dat nemen we mee? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou ja, dat gevoel niet. Want dat is ook een beetje een romantisch gevoel. Kijk, ik zie nu veel meer dat deze partij er is. Ik vond het ook mooi toen ze met die trekkers ergens naartoe gingen. Hè. Iedereen is vaak boos. En dan zeggen ze op Twitter, oh, ik ben zo boos. Ja, boos. En er gebeurt verder eens niks. Of ze zeggen nog een keer, ik ben boos. Retweet ook als je boos bent. Maar ja, die mensen, die gingen tenminste iets doen. Dat dingen, kijk, er is nog hoop. Want ik zeg wel eens, als we nou met z'n allen stoppen met belasting betalen, dan krijgen we ook dingen voor elkaar. Want dan moet het kabinet wel met ons gaan praten als burger. Maar ja, dat wil ook niemand doen. En je wil ook niet de enige zijn die niet zijn belasting betaalt en dan wel als enige in de gevangenis belandt. Maar die boeren, die kwamen tenminste een beetje in opstand. Ik denk, daar kunnen we nog wat van leren. Dus daar werd ik ook wel geïnspireerd door. Oké, nou ja, goed. En over die opstand, hè, er is natuurlijk nu heel veel te doen. Ja. Over de protesten ja. Aankomende zaterdag. Hè, de voorvrouw van BBB, Caroline van der Plas, die heeft aangegeven vooral niet naar het boerenprotest te gaan van komende zaterdag. Want ze is bang voor... ze is bang. Ja. Ja, waarvoor, dat wil ze echt niet heel duidelijk zeggen. Ben jij bang? Nee, ik ben nooit bang. Nee. Nee, kijk, ik heb in 2010 ervoor gekozen om de politiek te gaan. Ja, mensen zeggen wel eens, had je niet beter tijd kunnen besteden aan je carrière? Ik zit nu 25 jaar bij de beveiliging van het ziekenhuis. Ja, af en toe denk ik, had misschien ook gekund. Maar ik kies er echt voor, weet je wel. Dus als je ergens voor staat en er helemaal achter staat. En niet omdat ik voor mezelf dat doe, maar omdat ik gewoon denk, waarom gaat die 50% niet meer stemmen? Wat is er aan de hand? We hebben een democratie, alles fantastisch. Maar is het wel zo fantastisch? En als daardoor, ik zou niet weten waarom je daardoor bedreigd zou moeten worden, als je vindt dat mensen die niet meer gaan stemmen ook een stem moeten hebben, een kans moeten hebben. Ja, als dat gebeurt, dan accepteer ik dat gewoon en ga ik gewoon door. Dat interesseert me echt niks. Maar begrijpt u dan de keuze van Caroline om daar niet naartoe ja, te gaan? Ja, nou ja, daar is het. Kijk, ik heb het zelf niet meegemaakt. Misschien dat ik er nu zo over praat en als je elke dag 1000 van die dingen krijgt die wel echt super serieus zijn, dat je ook denkt, ik word wel ergens advocaat of iets anders nuttigs, waarbij je veel geld verdient en niet... misschien word je als advocaat ook wel bedreigd. Slecht voorbeeld. maar ik bedoel, ja, weet je. Dus, dan wordt het misschien iets anders. Maar ik denk dat ik toch wel altijd door zou gaan. Ja, ik bedoel, je moet ergens voor kiezen, weet je wel. Ik vond het ook wel mooi bij de BBB. Hadden ze een bijeenkomst en daar zei iemand van... Wat u niet wil, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ja. En toen moest ik denken aan mijn opa en zijn moeder, die vroeger de Bond zonder naam hebben opgezet in ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En die hielp ook mensen gewoon door leuzen en door verzetskrantjes. En toen dacht ik, ja, die zijn ook uiteindelijk in een kamp gestorven. Maar voor hun idealen, weet je wel. Dus ik denk, ja, ik zal denk ik altijd wel doorgaan. Dat zit een beetje, denk ik, in het DNA. Ik een heftige vergelijking wel. Ja, ja. Ja, voelt u het ook als een soort verzet? Nou ja, ik heb wel het idee dat iemand het moet doen. Want als niemand het doet, hè, iedereen die zit dan, zijn boos en we doen niks. En iedereen zegt, ja, nu gaan we 15 maart een verandering doen. En als het regent, dan blijft de helft weer thuis. Oh ja, het regent. Ja, wat is het allemaal verschrikkelijk dat elke keer dezelfde partijen winnen. Ja, maar dat is dus nu je kans om, ook als het regent, ook als het hagelt, ook als er een pak sneeuw ligt, nu naar buiten te gaan, dit is je kans, weet je wel. Zo vaak komen die kansen niet voor. Dus grijp je kans en ga stemmen. Hoeft niet eens op de BBB. Maar laten we in ieder geval zorgen dat die opkomst boven de 90% is. Want dan weet je tenminste echt wat dat volk wil. En nu weet je het eigenlijk niet. Nou ja, goed. En daarbij hebben de Provinciale Staten uiteindelijk natuurlijk ook een belangrijke rol richting de Eerste Kamer. Ja, zeker. Ja, en dat vergeten ook veel mensen. Dus goed dat je het aanstipt. Want die denken, ja, provincie, wat heb ik eraan? Ja. Weet je wel, of er nou een buslijn naar dorp Lutjebroek rijdt, het zal mij worst wezen.
Een goede boerenmethorst. Maar hey. Weet je, er wordt ook de Eerste Kamer wordt ook gekozen. En die kunnen natuurlijk wel dingen tegenhouden of andere voorstellen gaan doen. Dus dat is wel, ja, wel en, goed. En door wie wordt de Tweede Kamer gekozen uiteindelijk? Door wie de Tweede Kamer gekozen? Of de Eerste bedoel ik, de Eerste Kamer, ja, dat wordt dus nu bepaald door degene die de grootste zijn in de provincie. Die gaan dat bepalen. Dus het is inderdaad heel belangrijk, mensen. U zit gewoon daar. Ga wel stemmen, want het is ook voor de Eerste Kamer. En natuurlijk het waterschap, hè. Dat moet ook niet vergeten. Nee, zeker niet, zeker niet. U staat ook bij de waterschap op de lijst? Ja. Hoe dan ook, u wilt zich er tegenaan blijven bemoeien? Ja, totdat je er een punt over krijgt. Ik blijf me er tegenaan bemoeien. Daar is hij weer. Ja. Sander, uit de raad straks en dan in de Provinciale Staten. Ja, ik blijf ook wel in de raad, hoor. Dan stop ik gewoon met mijn gewone werk. Oké. Ja. Ik heb altijd gedacht, ik maak niet te veel heisen van mijn gewone werk. Nou, dat heb ik nu 25 jaar lang volgehouden. Van de week 15 maart, toevallig, heb ik mijn jubileum voor 25 jaar beveiliging. Ik dacht altijd, nou, als ik ooit nog eens een keertje wel doorbreek in de politiek. Het is wel gelukt hoor, met de gemeenteraad. Maar ik zou ook nog wel eens leuk vinden om in de Tweede Kamer te zitten. En dan gewoon 80 uur in de week er tegenaan te klitsen. Maar dan kan ik natuurlijk makkelijk mijn baan opzeggen. Dan dat je een hele mooie baan hebt waarvan je denkt, ja, ik heb nou zoveel erin geïnvesteerd. Zal ik dat nog wel riskeren? hè? Weet je, dus daar heb ik in ieder geval geen last van. Oké, en een laatste vraag. Ja. Stel, u komt erin, wat wordt het eerste wat u gaat doen? Keihard werken aan een referenda. Referenda? Ja, dat ook. Wat je nu ook weer ziet hier in de gemeente hier Haarlem, hè, met dat betaald parkeren wat dan ingevoerd wordt. Niemand mag er wat over zeggen. Ik heb een jaar geleden heb ik als voorgesteld als trots Haarlem van, laten we daar nou een referenda over doen, hè, referendum. Mm-hmm. Nou, ik werd keihard uitgelachen door iedereen. Wat moet je nou met je referendum? Hè? Partijen die dus straks misschien wel weer voordat er referendum zijn, maar die een jaar geleden word je gewoon keihard uitgelachen in je gezicht. Nou, ik ben blij dat er dan misschien nu een beetje een omkeer komt, dat mensen denken van ja, misschien moeten we wel aan de burger vragen wat zij ervan vinden. Want het wordt maar uitgestort en dan wordt er gezegd, ja, maar wij zijn de meerderheid. Ja. De coalitie die er zit, dat is met 50% van de mensen die is gaan stemmen. Hè? En dan is ongeveer de helft is dan de coalitie. Dus eigenlijk is maar 25% van de mensen van Haarlem. Vertegenwoordigd, ja. Dus het is heel moeilijk om dan te bedenken, ja, zijn die mensen ermee eens? Dus dit soort belangrijke dingen die over de hele stad gaan, hou daar een referendum over. Ik ben helemaal voor. En als het dan uitkomt, wij willen graag betaald parkeren en elk jaar 10% extra betalen. En het is totaal geen oplossing. Ja, oké, weet je, dan hebben ze gesproken. En dan moeten ze daarna ook niet meer zeuren. Nee, dat vind ik ook. Sander van der Raad, op de lijst voor de BBB. Ja. Dank u wel en heel veel succes volgende week. Oké, dankjewel. Fijne avond.